een kwart eeuw van discussiëren en plannen maken heeft de gemeenteraad van Beuningen dinsdagavond eindelijk een definitief besluit genomen om te gaan bouwen op het Asdonkterrein. Voor de Beuningse Raad toch wel een beetje een historisch moment. In de oorspronkelijke bouwplannen ging men uit van 48 woningen, maar later is dit aantal verhoogd om de plannen financieel beter haalbaar te maken. Er komen 3 wooncomplexen van 3, 4 en 5 hoog. En het wordt een combinatie van levensloopbestendige koop- en vrije sector huurappartementen.